Yo, KWO'ers, een heel hartelijke bonjour. Kijk ons hier nou eens lopen. Prachtig voorjaarszonnetje. En wat mij betreft het uitgelezen moment om eens even in te zoomen op wat mij betreft de mooiste periode van het jaar. Het voorjaar. En dan wil ik even specifiek met jullie in gaan zoomen op de periode net voor de paai en net na de paai. Wat pas ik aan qua strategie? Hoe pas ik mijn voer aan? Welke locatie kies ik? Kortom, meer dan genoeg om over te vertellen. Wat mij betreft is locatie in ieder jaargetijde key, maar zeker in het voorjaar. Je kan nog zo'n goede rig hebben, het perfecte aas, maar als je niet op de juiste locatie ligt, ja, dan zit je sowieso ernaast. En vooral in het voorjaar heeft die vis zo'n enorme trekbehoefte om te gaan verzamelen. En is met name er zijn aan het water het allerbelangrijkste. Ik merk aan mezelf ook heel vaak dat ik zit te mijmeren op mijn werk. Goh, waar zal die vis heen gaan? Gaan ze al ondiep of verzamelen ze nog diep? Allemaal dingen waar ik rekening mee moet houden en waar je volgens mij alleen maar achter komt door goed te kijken en op het water te zijn. Weet je, dat kun je met je dieptemeter doen, maar dat kun je tegenwoordig ook met je drone doen, waar mensen toch steeds vaker gebruik van maken. Maar gewoon het oud-Hollandse kijken met je Polaroid-bril brengt je natuurlijk ook fantastisch veel informatie. Dus kijken, aan het water zijn en gewoon logisch nadenken. Want weet je, voorjaar betekent dat ze eindelijk een keer mogen gaan seks hebben, die vissen. Nou, hebben ze het hele jaar naar uitgekeken. Dus dat doen ze natuurlijk op een zone waar het ondiep is, waar het luw is. Want ze willen hebben dat water snel opwarmt. Dat is natuurlijk voor hun het allerbelangrijkste.